het hebben over huurwoningen. En ik probeerde mij van de week even te visualiseren hoe dit nu in zijn geheel gegaan is. Ik zie dat even voor me in Huizen Balster. Daar sta jij op. Je opende de app van Den Haag FM. Dat zie ik allemaal zo voor me. Lekker in de ochtend met dat kopje koffie. Terwijl de Balsterboys nog rondrennen in de kamer. En dan lees je het volgende. De Mos wil dat Balster zich tegen de wet betaalbare huur gaat verzetten. Ja, dat verbaasde mij toch hooglijk. Waarom? Nou ja, er is ontzettende woningnood. En Den Haag heeft heel veel particuliere huurwoningen in de stad. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat die huurprijzen... en elke maand is er wel weer een nieuwsbericht... dat die huurprijzen zo ontzettend hard stijgen. En als je kijkt naar wat mensen met een kleiner of een middeninkomen kunnen betalen... Dan hebben we het over de meeste starters. Dan hebben we het over de meeste ouderen die kleiner willen wonen. Eigenlijk over 80% van de woningmarkt. Dan kunnen mensen echt geen bedragen van 1500 of 2200 euro per maand ophoesten. En dat komen wij toch wel heel erg veel tegen. En nou ligt er een wet bijna in de Tweede Kamer. De minister is de laatste hand aan het leggen naar Raad van State advies. En die wet die gaat de huurprijzen reguleren. Die gaat ervoor zorgen dat er eerlijke huren worden gevraagd. Ja, dat gaat dan om de huren ook in de vrije sector. Tot een bepaald bedrag wordt er dan een puntensysteem aangehangen. En dan weten we wat ervoor gevraagd mag worden. Precies, dat hebben we nu voor sociale huurwoningen. Maar dat hebben we in de vrije sector niet. En omdat er zo ontzettend veel particuliere huurwoningen zijn in Den Haag... gaat dat ontzettend helpen. Als wij dat zouden berekenen, dan komen we op ongeveer 6.000 tot 7.000 woningen uit... die straks onder de grens van de middenhuur gaan vallen. Maar die zijn toch nog steeds duur? Dus voor die mensen die jij net beschrijft met een kleine beurs... zijn die nog steeds fors aan de prijs? Maar ze moeten straks dus passen bij het aantal punten dat een woning heeft. En dat gaat heel erg op basis van oppervlakte. Kijk, wij komen nu kleine woningen tegen in Transvaal. 55 vierkante meter die gerust voor 2200 euro per maand worden verhuurd. Nou, dat kunnen mensen niet betalen. Dat zijn echt geen fatsoenlijke prijzen meer. Dus dat moet terug naar het middensegment. Of misschien zelfs wel het sociale segment. Want ik denk dat een groot aandeel van deze woningen... dermate hoge prijzen heeft gekregen... dat ze eigenlijk tot het sociale segment zouden moeten worden gerekend. Tegelijkertijd merk je ook, dat was een onderzoek van woningplatform Pararius... die zeggen, ja, omdat dit eraan zit te komen... zien wij gewoon in de markt gebeuren... dat die particuliere verhuurders zeggen... ja, zo heeft het geen zin meer. Ik gooi hem wel in de verkoop. Ik vind het goed zo. 15% is daar in een jaar tijd verdwenen van die huurwoningen. Heeft de Mos dan niet ergens wel een punt dat hij zegt... ja, deze wet zorgt er ook voor dat er dus mogelijkheden om te kunnen wonen verdwijnen? Nee, dat is niet zo. Zeker in Den Haag niet. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat er heel veel woningen zijn opgekocht... door beleggers, om ze vervolgens te gaan verhuren. Daarmee zijn woningen uit de betaalbare koopmarkt verdwenen. Dat zijn woningen die er waren voor starters, voor gezinnen... om een begin te maken met een enigszins aan betaalbare hypotheek. Die zijn verdwenen en die zijn soms voor torenhoge bedragen... op de markt gekomen in de verhuur. Er zijn ook nette verhuurders die dat keurig hebben gedaan. Maar dat heeft zo'n enorme vlucht genomen. Er is zo gespeculeerd met vastgoed. Dat heeft enorme rendementen opgeleverd voor de markt. Maar dat heeft de woningzoekenden met hele dure woningen achtergelaten. En die trend zullen we moeten keren. En wat we dus nu zien, en dat is eigenlijk een hele gezonde correctie... dat is dat woningen die voor die hoge rendementen op de markt kwamen... dat die weer teruggaan in de betaalbare koopsfeer. En daarmee, en dat is ook nog een voordeel, gaan mensen zich weer wat langer vestigen in een wijk. Blijven ze wat langer, want ze kunnen de lasten weer opbrengen. En dan verbinden ze zich ook weer met hun buren. Dat is alleen maar goed voor de stad. Ik snap die overweging, maar toch, als een huurwoning een koopwoning wordt, dan verdwijnt er een huurwoning. Zo simpel is het toch ook wel weer? Ja, en als er een huurwoning van 2500 euro per maand verdwijnt en er komt een koopwoning voor terug en er zit een hypotheeklast van 800 euro op, dan hebben we het goed gedaan. Dan vind je dat een vooruitgang? Dan is dat absoluut een vooruitgang, want de meeste mensen kunnen echt niet meer dan dat soort bedragen betalen. Dat de overheid wil ingrijpen in die regulering van de huurprijzen in de vrije sector vindt de Mos helemaal niks. Je moet er wat aan doen, zo zei hij dan van de week. Dat ga je niet doen als ik je zo hoor. Nee, die wet... Geen haar op je hoofd die eraan denkt. Nee, ik kijk echt naar het belang van de huurders in onze stad die er niet meer tussen komen. Als je starter bent en je verdient net te veel voor een sociale huurwoning, dan moet je of heel lang wachten... 7, 8 jaar, is geen uitzondering. Of je moet dit soort bedragen neerleggen. Ja, dan blijven jongeren toch vaak bij hun ouders wonen. En vaak veel langer dan ze lief is. Dat moeten we echt met elkaar niet meer willen. Ik sta hier gelukkig niet alleen in. De G4 trekt hier, de grote 4 steden in Nederland trekken hier samen in op. Er is ontzettend veel steun ook uit Vereniging Nederlandse Gemeenten. We willen dit allemaal met elkaar. Omdat we zien dat onze woningzoekende er anders echt niet meer tussen gaat komen. Tegelijkertijd is het zo dat het woonprobleem in Den Haag er niet mee opgelost is natuurlijk. Want
We hebben Hagenezen, Hagenaren die een plekje zoeken. We hebben natuurlijk de opvang van asielzoekers die uitgebreid gaat worden. Is dit probleem ooit op te lossen door Den Haag? Want het is wel jouw probleem uiteindelijk. Ja. Absoluut niet alleen door Den Haag. De woningnood kunnen wij niet zelf oplossen. Als er nu 7000 woningen bij zouden komen in het middensegment of in het sociale segment, dan helpt dat wel ontzettend. Het voorkomt ook dat mensen op straat komen of op een gegeven moment de huren niet meer kunnen betalen. Dus dat gaat ontzettend helpen. Maar we moeten natuurlijk ook betaalbare woningen blijven bouwen. En dat kunnen we als Den Haag niet alleen. Dat zullen we ook met de omgeving moeten doen. Gezellig samen met Wassenaar bijvoorbeeld op een AWB-terreintje? Nou, bijvoorbeeld het pluspunt aan de ontwikkeling is dat daar veel betaalbare woningen komen. En zelfs de omwonenden waren daar heel blij mee, heb ik gisteren nog gehoord. Maar de hoogte van het pand, 47 meter, dat vinden ze dan weer niks. Kunnen we daar nog iets aan doen? Daar is discussie over en gisteren heeft de raad zich daarover over uitgesproken. Ja, ik geloof dat het heel spannend wordt, nog een paar dagen te gaan voordat Wassenaar daar een besluit over neemt. Ja, die gaan dat komende week doen. Dat houden we in de gaten. Voor het woonbeleid in Den Haag is het wat jou betreft in ieder geval goede zaak dat ook de vrije sector zich dadelijk aan regels moet gaan houden. Is het dan nog wel een vrije sector eigenlijk? Nee, dat is het dan minder. Maar het zijn wel de prijzen die passen bij een woning en ook passen bij wat mensen kunnen betalen. En dat is heel belangrijk. En laten we verder dan vooral inzetten op veel sociale en middeldure huurwoningen bouwen die ook betaalbaar blijven. Want daar doen we het uiteindelijk voor. We gaan je in de gaten houden of het je ook daadwerkelijk gaat lukken. Wethouder Martijn Balster, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En succes met de opdracht.